Dit zijn geen nieuwe profvoetballers, maar twee bestuurders die het druk maken over het thema krimp. Ze verzwaren hier de aantraap van de landelijke conferentie over dat thema. De gemiddelde Nederlander denkt bij Friesland echt niet aan krimp. Die denkt aan ontzettend mooi, daar wil je graag heen om te zeilen of te genieten van de natuur, de schone lucht. Daar is ruimte voor bedrijven, daar heb je geen last van files. Al die sterke punten moet je dus veel meer benaderen dan die krimp. Op dit staat had in Friesland alleen nog het wat eerste de status van krimpgebied. Maar neffens deputaire Johannes Kramer hebben haast alle plattelandse gemeenten om uit verschijnsel te krijgen. Zuidwest-Friesland zei van wij zijn in krimpgemeente, ik wij in die gemeente. Op mijn dorp merk ik de krimp. Als het gaat om de squallen, maar ik om de versieringen. We kennen het, dan zal Zuidwest-Friesland voor de hele gemeente geen krimpgemeente wijzen. Dat neem ik grif om, maar ik daar speel het dat onderwerp. En ik vind dat gemeentebestuurders ik hun verantwoordelijkheid nemen moeten naar de meerskip, maar ik naar de takom staan. De krimpexperts gong van de midden op excursie, onder oren naar Tjemerum en Jesterbjerum. Je wien de saneemde rotte kiezen, gebouwen die vaak jarenlang leegsteen en vertut heersje, een groot probleem, maar die rotte kiezen ben hier oppakt. Wij hopen dat wij in die zin een beetje een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten. En in elk geval, we willen gewoon graag laten zien dat een eenvoudige aanpak, gewoon door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, gewoon kan werken. En dat toch wel hele positieve gevolgen kan hebben. In het krimpgebied is haast de helft van de jongvolwassenen van doel om te verhoezen. Neffens de onderzoekers van het Friesk Sociaal Planbureau kan vlug internet helpen om de mensen hier te houden. Internet wordt in Nederland aangelegd door bedrijven, niet door de overheid. En daar waar dat niet snel genoeg gebeurt, nemen vaak mensen zelf de initiatieven. Dat is prima. Maar je kunt niet in een land ieder vraagstuk bij de overheid deponeren. Ik steen er wat oorzien. Ik vind dat internet, tagong, krijgt iets als maatspoor, de dik en het wetter. Dat is een zaak die voor de oerhiet wijzen moet. Ik weet dat dat nou net zo is. Maar ik vind wel dat de oerhiet er een stek vallen litten heeft. De Rijksoerhiet, maar ik in Brussel. En ik vind dat we eigenlijk dat als gewone reguliere infra beschouwen moeten. De minister neemde van de Moon Dekema hier in Jensum als een slaggenproject om krimp 10 te gaan.